Maar zijn er dan geen regels, zou je denken? Waar had het Reinier de Graaf Gasthuis de besmetting moeten melden? En ziet de overheid er dan ook toe dat patiënten geïnformeerd worden? Wij ontdekten dat de regelgeving helder is, maar dat de naleving in het geheel niet serieus wordt genomen. Om te beginnen, het ziekenhuis is volgens de wet simpelweg verplicht om de patiënten op de hoogte te stellen. Bij ons in de studio Erik van Lid, Tweede Kamerlid van het CDA, en Anthony Wijnberg, en hij is advocaat gezondheidsrecht. Beide hartelijk welkom. Het overzicht. Meneer Wijnberg, wat vindt u van de situatie? Wilt u ook dat u weet aan welke risico's u wordt... De regelingen er zijn in Nederland. Kunt u nog iets doen voor patiënten die in dat ziekenhuis gelegen hebben? Onmoeilijk zijn. Ja. En het ziekenhuis zelf, als je dat juridisch bekijkt, is het ziekenhuis dan... in wijsvoering is natuurlijk... Het zal heel moeilijk zijn. Het is heel moeilijk. Nu op in de legionella. Regeling. Is dat een soort gat in de wetgeving, dat er geen sancties zijn? Is dat ook die overheidsdiensten zo verschrikkelijk langs elkaar heen werken? Ja, controles, permanente controles uitvoeren. En gaat u nog overleggen met meneer Wijnberg over waar dat gat in die wetgeving precies zit en gaat daar nog iets mee gebeuren? Nou, dat lijkt me wel te doen. Dan. Goed, nou, we kunnen ons voorstellen dat als u patiënt bent geweest in het Reinier de Graaf ziekenhuis, dat u ongerust bent geworden na het zien van deze reportage. Op zich, als u zich gewoon goed voelt en normaal gezond bent, dan is er niets aan de hand. Maar als u daar echt aan twijfelt of u heeft vragen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het patiënten- en consumentenplatform in Delft. Alle telefoonnummers staan op teletext en u kunt ook nog het een en ander nalezen op onze website www.trosradar.nl.